Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar een goed nieuwe video van Hardcore Survival. Hier in de vorige aflevering kwamen we tijdens deze mannetjes tegen. En die zijn wel heel gevaarlijk. Gelukkig heb ik nog mijn schild. We zijn met z'n drie. Even een aanval inzetten. Oh jee, dit ziet er niet goed uit. Terugtrekken, terugtrekken. Dit ziet er echt niet goed uit. Even visjes vangen. Zo en andere visjes eten, zo ik een beetje mijn haartjes terugkrijg. Hier ook even een mijn en ik vind hier nog wat eieren. Een oh, oppassen, daar is een creeper. Hup, terugtrekken en dan slaan. En dan nog slaan en de creeper is uitgeschakeld. En er komt al meteen een volgende creeper. Het is wel lastig en die explodeerde. Oei, heel veel zombies hier. Eentje heeft zelfs een zwaard bij. Dus dat is wel gevaarlijk. Gelukkig kan ik ze ook zo gemakkelijk uitschakelen. En we moeten ook meer eten hebben, dus zorg hier dat ik brood kan maken. Oh, en dan word ik aangevallen door phantoms. Gelukkig zit ik binnen veilig. Dan heb ik hier brood. Hier kan je nog wat eieren hakken. Ik heb echt meer eieren nodig. We hebben nu 17 extra eieren. Dus dat is wel mooi. Hier zet ik zo'n extra farmpje op. Hier vind ik redstone. Ik ben ook eigenlijk op zoek nu naar diamonds. Yes, diamonds. Deze zocht ik. Allereerste diamonds van dit seizoen. Hoeveel zijn het er? Het zijn er al 2. Ah, daar nog een extra diamond. 3. 4 extra diamonds. Dat is wel mooi. We gaan nu nog verder mijnen. En we vinden weer diamonds. Hier even kijken. 1 diamond. 2 diamonds. Nog 2 extra diamonds voor ons. Oké, hier wil ik allemaal kisten plaatsen. Zodat ik hier een beetje kan sorteren. Deze boom mag gewoon in brand staan. En we hebben nu ook nieuw hout. Ik kan nu ook spruishout hakken. Dat is wel leuk. Even vissen, zo kom ik aan voedsel. Oh, name tag. Oké, ik ga nu een diamond pickaxe maken. Maar eerst dit iron even smelten. Nu is het tijd voor de diamond pickaxe. Hier even. Op avontuur zijn heel veel zombies die op me afkomen. Dit er even afdekken. En dan kan ik ze één voor één aanpakken. Oh, één zombie dropte zelfs iron. Het is een hele invasie die af mij afkomt. Ze blijven maar zombies komen. En zo gaat het gemakkelijk. Nog even vissen. Oh, een enchantment boek. Krijgen we nu. Oh, nog een visengel. Oh, deze is goed. Maar we hebben nu een veel betere visengel waarmee we kunnen vissen. Oeh, zadel, dat hadden we nog niet. Krijgen we al goede dingen van vissen. Nu ga ik even obsidian hakken. Oké, we hebben nu ook eindelijk vrienden. We hebben nu ons allereerste dier. In deze wereld, we hebben nu een varken. Oké, even kijken waar ik het portaal kan maken dat nou hier wel goed genoeg is. En dan gaan we in de tweede aflevering al de nether in. Ik hoop dat we wel een goede spawn hebben. In de vorige wereld hadden we echt een slechte spawn in de nether. Dus ik hoop deze keer op een goede spawn. Oké, we gaan erin en hoop dat we een goede spawn krijgen. Oh, dit is wel goed. Dit is al veel beter dan de vorige. Oppassen, want hier is zo'n ghost. En die hebben we ook uitgeschakeld nu. Mooi zo. Oh, ik zie daar ook al in de verte een nether fortress. Dus dit is zeker een goede spawn. Maar ik ga toch weer gewoon naar de overwereld. Oh, misschien kan ik nu een music disc krijgen. Dus er zijn 2 skeletons. En de skeleton heeft de creeper uitgeschakeld, dus we kregen een music disc. Hier hebben we nog zo'n creeper die om me afkomt. Even terugtrekken. En nog terugtrekken en slaan. Terugtrekken, zo pak je met je creepers aan. En zo schakel je ze uit. Oké, even verkennen hier. Oh, creeper, maar ik ga even hier vluchten hier. En dan kan ik hier nog wat resources halen. Heel veel eieren en goud. Tijd om de gewassen nog eens te oogsten.
Hier ga ik ook nog een raam plaatsen, dus dit ga ik even aanpassen. Dus ik wil ook even spruce-hout hierin verwerken. Dat is wel leuk, denk ik. En dan hier nog een raam. Zo. Deze kant wil ik ook even wat spruce-hout een beetje in verwerken. Zo. 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 Dan aan de andere kant hetzelfde doen. En het ziet er zo goed uit, nog een deur. De vloer haal ik even weg. En dan ga ik nog iets in de plaats doen. Ik ga deze stenen in de plaats zetten. Goed, hier aan de hoek plaats ik nog dit. Dus misschien wat extra. Even nog deze keef verkennen. Deze is wel groot. Alleen we kunnen nog niet heel ver door de border. Oh jee, hier zijn wel heel veel monsters. Maar ja, eerst alles verlichten. En dan reken ik wel af met de monsters. Valt wel mee hoeveel monsters het zijn. Oh, ze vallen elkaar zelfs aan. Dat is wel altijd wel grappig om te zien. Maar de spinnen komt op mij af. Die kan ik wel op mijn eentje aan. Oh, en nu is nog wat er overblijft nu. Nu nog de skeleton. Hopsa. En we zijn hier door level 30. Tijd om nog wat iron te hakken. We hebben hier ook glow squids, dus dat is wel leuk. Maar ik ga ze wel killen. Door dit kleine avontuurtje hebben we hier nog 30 extra iron. Ik ga hier nog wat barrels plaatsen. En ik moet ook nog ergens een anvil maken. Die zet ik dan gewoon hier zo. En dan kan ik dit hier ook even weghalen. En dan daar nog een furnace plaatsen. Lijkt me wel goed, zo. Oké, tijd om te vissen. Oh, nog een visengel. Look of the Sea 2, oké, die ga ik zeker combineren. Dus even zien wat het goedkoopste is. Dit is 8 levels en dit is 24. Oké, we gaan voor dit. We hebben nu een heel goede visengel. Hey, ik zie eindelijk schapen. Die heb ik ook heel erg nodig. Ik heb nog steeds geen bed. Ik ga even een klein farmpje misschien opzetten voor de schapen. En ik al weet waar ik deze farm ga maken. Ik ga ze hier zo maken. Alleen dit even opvullen eerst met dirt. Dus hier komen de schapen. En nu de schaapjes nog lokken. Ik heb eten voor jullie. Ja, kom maar. Oh, die andere is niet meer aan het volgen. En nu weer wel. Even een ingang maken. Zo. De schapen, kom eens. Zo. Alles weer in het advancement die we nu halen. Oh ja, wat ik ook al heel lang wou doen. Moet ik even een schaar nemen. Zo. Oh, ik moet even hierop springen. En dan heb ik eerst even dit voor om eruit te komen. Het kleine schaap kan ik helaas nog niet scheren. Ah, ja. Het schaap heeft zijn wol weer. En dan kan ik nu mijn bed maken. Zo, 3 hout. En 3 wol. Ik kan hem ook misschien een kleurtje geven. Ik doe wel blauw, is goed genoeg. Nu blauw bed. Waar zet ik het neer? Ik doe het wel even hier zo. Ik ga eens kijken of er ondertussen misschien ook al koeien zijn. Nee, ik zie nog geen koeien. De zon komt onder, dus ik kan nu ook de eerste keer slapen in het bed dat we net gemaakt hebben. Voelt goed om een keer de nacht gewoon te kunnen skippen. Misschien is het ook wel een goed idee om even de paddenstoelen ook even mee te nemen. Je weet nooit wanneer je ze nodig hebt. Het is misschien ook wel handig als ik nu misschien een automatische wolfarm maak. Ik heb hier alleen niet genoeg iron voor, dus ik moet weer even mijn voor meer iron. Oeh, ik kom hier nog zo'n mineshaft tegen. Hopelijk ook mijn kisten ergens. Oh ja, hier zijn we al geweest. Maar dit stukje heb ik nog niet echt verkend hier. Ah, hier nog iron, maar dit was dan de mineshaft. Wat stom van mij dat ik die rails had gemaakt. Hier kan ik ook gewoon rails halen. Dat kost het me dan minder eieren. Ik heb ook even wat quartz nodig. Dus moet ik even hakken. Niet zo heel veel, gelukkig. Ja, hier voor quartz. Oké, dit is wel even genoeg. Oh nee, daar is zo'n ding, zo'n manneke. Snel weg hier. Ik heb Peter ook iets van goud aangedaan. Waar wil ik de schapenfarm maken? Ik denk dat ik hier de beste schapenfarm kan maken. Ik begin hier met dit uit te graven. Hier de kist zeker. Dan halen we dit er even weg. Hier een hopper. Even kijken nu.
En dan komt hij in de kist. Hier dit plaatsen. Dan dit. En dan komt hier het gewoon een blokje gras. Naar deze kant zo. Zo. Hier komt dan redstone. Hier een schaar. Moet hier gewoon een blokje op. En dan kan ik het hier opvullen met glas. En dan werkt onze farm als het goed is. Even hier een gat maken tijdelijk. Een schaap volgen. Oh ja, het probleem is natuurlijk dat ze allemaal gaan volgen. Dus het probleem moet ik even oplossen. Dus jij bent uitverkorene. Ja, volg maar. Het schaap hier, ik ben hier. Even hier oplopen. Schaap, kom eens. Ik heb iets voor je. Oké, nu moet ik zien hoe ik hem erin kan krijgen. Please, val erin. Ja, hij valt erin. Ah, kijk, dus nu is het schaap geschoren. En door dit machine, zolang het schaar nog intact is, blijft hij het schaap scheren. En dan krijg ik zo het wol. Dus hebben we zo'n soort van automatisch scheersysteem gemaakt. Nou, wat hier wel goed is om de aflevering even af te sluiten. Dus ik wil je nog bedanken voor het kijken naar deze video. We hebben in deze video best wel wat gedaan. Dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik je terug bij de volgende video. Doei doei.